12 oud. Hij is naar een nieuw huis gebracht. En dit is mijn huis op dit moment. Dit is een opruimvideo. Waar ik probeer vandaag. Ik ga proberen vandaag om alles op te ruimen. Ik ben al 3 dagen bezig. Helaas had ik geen tijd om te filmen. Maar nu wel. Gisteren heb ik 6 wasjes gedraaid. Ze zijn nog steeds niet droog. Nu heb ik even pauze. Koffietijd. Ja, en ik neem jullie mee in mijn dag. Vinden jullie het een leuk video? Doe alvast een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En bedankt voor het kijken. Hoi. Ga ik beginnen met de keuken. We hebben net ontbeten. Nu ga ik de keuken opruimen. Zo blijft de keuken netjes. En daarna ga ik beginnen met de woonkamer. De badkamer. En daarna ga ik naar mijn slaapkamer. Naar de kinderkamer. En als laatste gaan we naar de tuin. Ik hoop dat ik het red vandaag. Zo niet, morgen weer. Morgen weer. En trouwens, het is zondag vandaag. 6 februari. Het is zo goed als netjes. Het is nog opgeruimd. Woonkamer, jongens. Een lange vlog vandaag. De tafel is schoon. Stoelen zijn schoon. De kinderstoeltjes schoon. Ik heb de was uit de droger gehaald. De ondergoed. En de sokken zijn gevouwen. Die moet gestreken worden. Dat moet gestreken worden. Behalve die dan. Er gaat nu een wasje beddengoed in de wasmachine. Ik heb mijn kussens gewassen. En deze moeten in de droger. En ja. Succes met kijken. Ik heb de grote dingen van de grond afgeruimd. Opgeruimd. Ik heb de bank verschuift. Stofzuiger draaien. De droger staat aan. De kleren die gestreken moeten worden, die staan allemaal hier. Die ga ik denk ik morgen strijken. Ik ben, volgens mij word ik vanavond helemaal kapot. Ben ik vanavond helemaal kapot. Die moeten naar de schuur. Dus ja. Top. De keuken komt pas over 2 maanden. Als het goed is, eind deze maand komen de meubels. Dus we zitten ook met tuinmeubels in huis. Ja, beter iets dan helemaal niks, hè. Ja, tijdelijk zijn ze wel goed. Zou ik de ramen ook moeten schoonmaken. Maar ik ruim nu op echt de grote dingen. Dat het geen rommel meer uit is. Daarna, ik denk dat ik morgen of overmorgen echt alles gewoon echt de deuren en zo ramen schoonmaak. Nou maak ik echt dat het geen rommel is, snap je? Dat ruim ik op. Dat het gewoon netjes is. Doe alles op zijn plek. En daarna ga ik echt coördineren. Snap je? Want alles kan niet in één keer, hè. Die gaat. Er moet nog een laken in. Nou ga ik naar de badkamer. De badkamer. Ik ga nu beginnen met de badkamer. De kinderen waren ook een week lang ziek, diarree. Ze hadden diarree, buikgriep, koorts. Ja, nog 3 stuks. Dus mijn handen waren vol. En net gaan we beginnen met de badkamer. Kinderen roepen mama, ik heb honger. Ga snel voor de kinderen een soepje maken. Echt heel snel. Lunchtijd. Het is al iets over 1. Dus ja, eten en daarna weer verder. Kinderen, eten gezet. Ik heb ook een bordje soep gegeten. Dan ga ik met de badkamer verder. Ik heb het aan de kant, het is heel moeilijk met een camera en met een hand. Schoonmaken.
gaan doekjes. Snelsjof. Wat weer zoveel doekjes. In de badkamer. Nou, de reden is. Ze zijn allemaal verschillende kleurtjes, hè. En die blauwe is voor de wc. Die groene is voor de schoen. Die roze is voor de stof. Die paarse is voor de ramen. En die gele is voor het wasbak. En ook die blauwe is ook voor de douche. Vandaar dat ik allemaal verschillende kleuren heb. Dan weet ik welke doekjes voor wat. Wat ik wil zeggen. Ik vind het niet zo fijn, zeg maar, als alle doekjes samen voor niks zijn. Dit is voor de wc. Wordt gewoon bij de wc. Schoenen wordt gewoon bij de schoenen. Stof bij de stof. En ramen bij de ramen. Iedereen heeft iedere doekje gewoon zijn taartje. Ik wil niet dat alles gemixt wordt. Zo, nu gaan we even de wc poetsen. Ik ga eerst
dan moet ik in godsnaam koken? Ik heb toch nog zoveel ruimte doen. De kinderen zitten te giechelen. Het wordt gewoon cordon bleu. En schnitzels, gepaneerde kip, filet. En puree. En de oven. Lekker snel en makkelijk, jongens. We gaan de kinderkamer opruimen, zodat ze straks naar bed kunnen. Een beetje organiseren. Want het is een bommenpoeft. Sorry voor mijn geluiden, jongens, maar ik ben gewoon kapot. Dus ja, ik ga niet stoffen en weet ik veel wat. Gewoon even opruimen. Opruimen. Dus nieuwe beddengoed. Stofzuigen. Deze troep een beetje proberen te ordineren. Zo niet, blijft het vanmorgen over. Die moeten op bed. Die zijn niet gestreken. Maar het maakt mij niet uit. Ze gaan lekker op bed. Want ik ben kapot. Al een maand lang ben ik bezig met het huis. Eigenlijk sinds oktober, eerlijk te zeggen. We waren eerst bezig met spullen halen. Tienduizenden winkels bekijken. Sinds anderhalf maand zitten we in huis. Een beetje bij beetje hebben we uit het oude huis gehaald. Want de huur was gewoon betaald. Dus we hadden gewoon de tijd, zeg maar, om eruit te halen. Om het huis leeg te maken. Gisteren laatste dingetjes uit het huis gehaald. De hele huis gepoetst van het oude huis. Ik heb het netjes achtergelaten. Alles schoongemaakt. Alle deuren, alle ramen, de hele keuken, badkamer, tegels, balkon, noem maar op. Gewoon alles schoongemaakt. Binnen gebracht. Eergisteren is onze kledingpas gemonteerd. Daar heb ik ook heel veel spullen erin gezet. Niet alles, maar heel veel spullen. Iets van 20 dozen. Er was een bom ontploft in deze huis. Er is nog steeds een bom ontploft. Maar beetje bij beetje wordt het opgeruimd. Ik ben in mijn eentje, jongens. Ik doe alles alleen. Dus het heeft tijd nodig. Met drie kleine kindjes. Ze waren nog een week ziek. Vorige week waren ze een week thuis. Dus ze waren alle drie ziek. De ene had jij. De ene had. Of alle drie hadden ze hetzelfde. Maar de ene moest kotsen. De andere moest naar de wc. De andere had pijn aan zijn rug, aan zijn voet, aan zijn been, aan zijn hoofd. En noem maar op. Ik rende de hele dag op en neer met emmer. Ja. Dat. We gaan deze tuin opruimen. De tuin is een rommel. Die moet ook opgeruimd worden, maar dat ga ik morgen doen. Ja. Mijn tegels die zijn zo vies, jongens. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Zo, we gaan zo eten. Eet smakelijk, jongens. We hebben net gegeten. De hele tafel zit onder het drinken. Lekker dan. Het groen zat hier ook in, onder. Een beetje gebruikt. Twee kindjes zitten onder de douche. Daarna, als hun eruit zijn, gaat de andere. Ja. Zolang hun onder de douche staan, ga ik hier opruimen. Ga ik hun kamertje een beetje opruimen. Hun lakentjes op het matrasje zo zetten. Ja, dat. Ik ben echt kapot vandaag. De kinderen hebben mij vandaag helemaal gek gemaakt. Alleen maar gillen, gillen, gillen. En als ik zit. Als ik niks doe, dan zitten ze gewoon lekker rustig. En als ik bezig ben, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar bij mij, of als ik aan de telefoon ben met iemand aan het praten. Of als ik iets aan het doen ben. Gewoon gaan. Gelegd. Ik kan dat alvast niet doen, omdat de kinderen onder de douche staan. En als je onder de douche staat, kan je de kraan niet openlaten. Want dan hebben hun daar in de badkamer koud water. Beetje gesorteerd hier. Dat zijn de sokken. Oh jongens, hebben jullie ook dat? Dat je zeg maar één sok overhoudt. En ik heb één plekje. Eigenlijk op dit moment drie plekjes. Eentje in waar de wasmachine zit, zit er een pas. Eentje in mijn slaapkamer, eentje hier. Steeds één sokje. Een dagje, ik weet niet wanneer, als ik tijd heb, ga ik ze samen plunderen in één tas. En proberen om er een paar... Zeg maar twee sokken, paar, noem je dat niet? Paar toch? Ja, zeg maar setjes te vinden. Ja, dit ga ik. Ik weet niet waar ik dit zet. Die moeten nog gesorteerd worden ergens. Ja, dat zijn spullen voor in de auto. Dit zijn nog een paar dingetjes over. Bijna klaar, jongens. Ja, ja, maar niet heus. De kinderkamer is goed als opgeruimd. Ik heb een stofzuiger. Dan ga ik twijlen. De bedden opmaken. 1, 2. Daaronder is nummer 3. Maar die gebruiken wij nog niet, omdat de kleintje nog met ons in de slaapkamer slaapt. Ze vinden het nog een beetje spannend om alleen te slapen. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar ze wordt s'avonds of s'nachts wakker, huilend wakker. Ja, dus even wennen. Draaien, bed opmaken. En is deze kamer klaar voor vandaag. Kinderkamer, weer schoon. Niet helemaal schoon, maar hoe het was en hoe het is, een stuk beter. Oh, ik kan hier niet tegen. Als het niet gestrikt is. Ja, morgen ga ik van echt schoonmaken de kastjes. De kinderen hebben weer een zootje van gemaakt. En ik ook.
heb gewoon gesorteerd, zeg maar, waar alles hoort, zeg maar. Van de jongen hoort hier, de meisjes daar, alles wat ik gevonden heb, zeg maar, van de jongen heb ik hier geplunderd. Van de meisjes heb ik in hun kast, daar geplunderd. Bij mij, zeg maar, bij mij, zo en zo. Mag je begrijpen wat ik bedoel, toch? Ik ben toch niet de enige, hè? Hoop ik. Ja. Nou ga ik de kinderen op bed zetten. Die hebben gedoucht. Pyjama's aangetrokken. Nou weer deze kant. Alsof ik niet aangeraakt heb in de woonkamer. Zo lijkt het. Als nou iemand binnen zou komen, die zou zeggen, wat heb jij de hele dag gedaan? Heb jij niet schoongemaakt? Hè? Dan zou ik zeggen, nee, ik ben de hele dag op de bank gaan zitten. Chillen op de bank. En ik heb zo alles achtergelaten. Ik heb helemaal niks aangeraakt. Nee, echt helemaal niks. Ik word daar zo gek van, als iemand dat zo zegt. Als ze bezoek komt of zo. En die ziet gewoon het gezicht van hen, weet je wel. Die denken, wat heeft zij nou gedaan de hele dag? Heeft ze niks opgeruimd of zo? Snap je? Heel boek? Je zit daar van schut, snap je? Dan zeg je nee. Geen tijd? Nee, snap je. Ik heb ook nog zoveel werk. Maar goed, ik ga de kinderen nou op bed zetten. Mijn kamer een beetje opruimen, een beetje. Zeg maar alleen maar een beetje, want uiteindelijk maak ik alles op. Ruim ik alles op. De badkamer, jongens. Weer een zoontje. Ja, ik ga nu even mijn bed opmaken. Een beetje opruimen in mijn kamer. Ja, wat? Hier opruimen, mensen. Een beetje dat was doen. Mijn kamer echt een beetje opruimen. Dat ik kan gaan slapen vannacht. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Ik ga proberen om elke dag een vlogje op te nemen. Ik ga mijn best doen. Ik beloof niks. Ik beloof het niet, jongens. Ik zeg het alleen. Ik ga proberen. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Dag.